Samen trots op Enschede. Dat is de titel van het nieuwe coalitieakkoord van burgerbelangen, VVD, PvdA en ChristenUnie. Gisteren zijn de plannen en beloftes voor de komende 4 jaar in het stadhuis gepresenteerd. Straks praten wij erover met politiek verslaggever Wilco Lauwers. Eerst even terug naar gisteravond om te zien en horen wat burgerbelangenwethouder Niels van den Berg en PvdA-fractieleider Yara Hummels te zeggen hebben over hun coalitieakkoord. Verkiezingen, en dat is voor mij persoonlijk een moment, op 17 maart 's nachts om 1 uur. Nadat de verkiezingsuitslag binnenkwam, de dag daarna, aan het schrijven welke richting gaan we op. En toen hebben we hier het duidingsdebat gehad waarop ik heb gezegd van, wij vinden het belangrijk vanuit BBE om naar 4 partijen 20 zetels max, zodat je altijd de oversteek en de stap moet maken naar de overige partijen in de raad. Een iets andere term dan oppositiepartijen. Dag Niels, een nieuw coalitieakkoord. Gefeliciteerd. Tevreden? Ja, zeer tevreden. Snel, vakkundig en goed samengewerkt. De sfeer was goed en er ligt echt een mooi product met veel vernieuwende dingen ook. En gedurfd, super, mooi moment. Ja, we hebben mooie dingen met elkaar opgeschreven. Ja. Getiteld Samen trots op Enschede, had je niet wat originelers kunnen bedenken? Nee, soms moet je gewoon met info doen. En het ligt gewoon hoe het voelt. We hebben gesproken over hoe gaan we die titel nou doen. En gerefereerd ook aan FC Twente toen die posters achter de ramen. Dat je die trots krijgt in de stad. Dat voelen wij ook. Als partijen samen, maar ook wel breder in de raad. Dat hoorde je net. En dan denk ik van ja, gewoon samen doen. Samen trots op Enschede, onze stad. Ja, dus gewoon eenvoud is soms ook gewoon heel mooi. Als ik kijk naar het coalitieakkoord, en is het dan raar dat ik zeg dat misschien burgerbelang en VVD het wel het meeste hebben uitgehaald en het PvdA misschien toch wat heeft laten liggen? Nee, helemaal niet. Nee, we hebben natuurlijk vorige week onze ALV gehad. En onze leden zijn echt heel trots op wat we bereikt hebben. En daar zit helemaal niet dat gevoel in. En het is natuurlijk wel duidelijk dat BBE wat meer binnen heeft weten te krijgen. Maar ja, ze hebben ook 10 zetels. Maar verder, nee. Volgens mij zit er een heel goede, mooie balans in. We zijn natuurlijk allemaal over eens dat een woning meer is dan een huis. Het is een plek waar je je thuis moet voelen. En daarom zoeken we expliciete balans tussen de bestaande behoefte aan betaalbare en bereikbare woningen voor de inwoners die we al hebben. Maar willen we ook uitnodigend zijn voor de nieuwe inwoners die we in Enschede willen verwelkomen. Windmolens in Enschede, daarmee wachten we tot de nadere standpunten vanuit het Rijk, dat ze daar mee komen. Met name de gezondheidsgevolgen en ook de afstanden. En we hebben met de coalitie afgesproken dat dit een vrije kwestie is als het gaat over het landelijk gebied. Wij zijn natuurlijk een inclusieve stad met 160 nationaliteiten. Daarom maken we 1 inclusief beleid, waardoor onze stad aantrekkelijk en onderscheidend is van de rest van het land. We blijven voorlichtingen geven op school en we breiden het Pride-netwerk uit, wat we nu in Enschede kennen, over heel Twente. We doen een eenmalige investering in zwembad de Glanenbrug van maximaal 2,2 miljoen euro ten behoeve van de meest duurzame variant. Maar wij gaan geen bijdrage doen in de exploitatie van het zwembad. Ja, ik doe dan ook vooral wat vrije kwesties, vluchtelingenopvang bijvoorbeeld, hè, duurzaamheid, bijvoorbeeld de windmolens, wat toch aan de raad wordt overgelaten. En dan kijk ik naar de samenstelling van de raad en dan denk ik, nou, dat kun je dus vergeten. Ja, ik denk dat we ook realistisch moeten zijn rondom die windmolens. Hè, als het Rijk uiteindelijk zegt, bijvoorbeeld er moet een kilometer tussen een windmolen en een huis staan, dan moeten we ook heel realistisch met elkaar kijken of het überhaupt wel kan. En een windmolen is voor ons natuurlijk ook niet een per se doel, op zich, maar een middel om ergens te komen. Maar we moeten dat gaan zien. En rondom vluchtelingen moet ik eerlijk zeggen dat ik onze raad altijd ook wel verbazingwekkend solidair vind. Dus ik ga ervan uit dat dat wel goed komt. Over die duurzaamheid. Ik zie in het coalitieakkoord ook nog niet echt keiharde afspraken van zoveel energie gaan we de komende jaren opwekken. Is dat niet wat teleurstellend? Ja, nee, dat klopt. Daar hebben we wel lang met elkaar over gehad. We hebben ook wel gemerkt dat we de afgelopen 4 jaar dat juist wel heel strak hebben opgeschreven. En dat dat ook maakt dat je soms met elkaar blijft vechten over percentages in plaats van waar wil je nou uiteindelijk naartoe. Dus daarom hebben we uiteindelijk voor besloten om dat niet te doen. Maar we voeren gewoon de energievisie uit. Dus daar staat het ook gewoon in. Het is een coalitie met minimale meerderheid, 20 zetels van 39. Maakt dat het akkoord ook niet onvoorspelbaar en kwetsbaar? Ja, op onderdelen wel. Ja, want als er 1 iemand ziek is, zit je op 19. Maar juist dat is wat ik ook heb bedacht met mijn partij. En toen ik de eerste nacht echt aan het schrijven was op die hoofdlijnen. Dat doe je bewust omdat je een andere bestuursstijl wil met elkaar. Je wil ook de andere partijen in de raad. Ik wil eigenlijk ook helemaal af van die term oppositie. Dat zal nooit helemaal lukken.
die wil je er ook bij betrekken. En dat maakt dat je dan ook zulke dingen moet durven. En dus dit is een bewuste stap geweest die we nu gaan zetten. Waarbij we ook iedere keer kijken, en je zei het net zelf al, op thema X is het met wat meer middenrechts georiënteerde partijen, en op thema Y is het met middenlinks georiënteerde partijen. Dus je gaat iedere keer aan andere meerderheden komen. Dat is wel heel interessant om te kijken hoe dat gaat. Ja, we praten verder, zoals gezegd. Ik heb mijn koptelefoon heel erg hard staan, merk ik nu. Met collega Wilco Lauwers inmiddels aangeschoven. Wilco, ja, we hebben het gezien, een akkoord op hoofdlijnen, vaker over gehad. Wel echt vernieuwend. Ja, dit is hem, hè? Dat is hem. Ik heb hem gewoon bij me. Wauw. Ja, het coalitieakkoord samen trots op Enschede. Ja, hoe vernieuwend is het? Het is in die zin wel vernieuwend. We hebben de afgelopen tijd wel over gehad. Hè, van, is het niet oude wijnen, nieuwe zakken? Of is het echt nieuw? Nou, in die zin, ze hebben echt geluisterd. Dat is anders dan 4 jaar geleden naar wat de stad te vertellen had. Hè. Er zijn wat enquêtes geweest, onder andere. Wij hebben een enquête gedaan in de stad. Daar kwam onder andere uit veiligheid, afval, armoedebeleid. Nou, daar hebben ze echt wel naar geluisterd. En ik denk dat elke partij in de gemeenteraad, ook de PVV, ook de Partij voor de Dieren, ook Enschede Anders, Margriet Visser, wel onderdelen in het coalitieakkoord vinden waar ze het ook mee eens zijn. En ik denk dat het in het verleden ook wel eens anders is geweest. Oké, dus ja, iedereen mag echt meedoen. Ja, dus, nou ja, het is naar iedereen geluisterd. Of iedereen mag meedoen, daar gaan ze ook zelf over natuurlijk. En dat zou ook nog moeten blijken. Ja. De nieuwe bestuursstijl, die wordt hier op deze manier uitgeprobeerd of zo. Is dat wat het is? Het is een begin. Hè? Op papier klopt het en de intenties die lijken wel goed te zijn. Ik houd wel een slag om de arm. En dat heeft er vooral mee te maken dat, nou, Van den Berg zegt wel, Niels Van den Berg, de kandidaat-wethouder moet ik eigenlijk zeggen, die wil van het woord oppositie af. Hè? De oppositie zijn de partijen die niet samen de coalitie vormen, die dus niet dit akkoord samen hebben gesteld. Mm-hmm. Dat is wishful thinking, denk ik. Het is mooi om te denken van daar willen we vanaf. Maar je merkt ook wel bij de partijen, bij sommige partijen vooral, dat ze die rol. Ja, dat is lastig als je, we hadden het laatst over, als je dan niet in de oppositie zit. En je zit ook niet in de coalitie. Je hebt ook niet aan die tafel gezeten om die afspraken te maken. Dus wat ben je dan? En je gaat toch zoeken naar waar jouw partij onderscheidend in is. Ja. En dan in de andere zin, hè? Wat vind jij anders dan deze coalitie? Dat merk je bij de PVV al, dat merkte je gisteren bij Volt. Je had het over dat het weer 5 witte mannen zijn die in het college zitten en dat er geen vrouw bij zit, dat het wel wat diverser mag. Nou, er moet wel altijd iets te zeiken zijn. Nou, zo pakt elke partij natuurlijk wel dingen eruit. Ja. Want je wil je toch ook onderscheiden. Anders is het een beetje zo'n handje klabranja gebeuren. Hè? Iedereen is het met elkaar eens. En gaan we gezellig een liedje zingen. Oh, ja, maar als dat het geval is. Ik begrijp er eigenlijk een beetje van. Zat ik vanmiddag even zo over te denken. Dat burgerbelangen zeggen. We willen samen één Enschede zijn. En we hebben allemaal wel een beetje her en der dezelfde standpunten. Nou, laten we gewoon met elkaar kijken waar elkaar wel raken. Nou, dan gaan we zo mooi de komende 4 jaar een bepaalde kant op. Ja, ja. Uiteindelijk is dat ook dus ook gewoon politiek, hè, dat je met elkaar gaat kijken waar je elkaar op onderdelen kunt vinden. Maar ja, iedereen wil het beste met Enschede, dat geloof ik ook wel. Mm-hmm. Maar iedereen vindt ook wat anders wat het beste is voor Enschede. Ja. En dat is soms op detailniveau verschilt dat. Maar soms gaat het om hele principiële zaken. Kijk naar ChristenUnie met de koopzondagen bijvoorbeeld. Ja, dat is de enige partij zo'n beetje in de gemeenteraad die vindt dat er geen verruiming van koopzondagen nodig is. Dus ja, ik vind het. En het is een minimale meerderheid in die coalitie. 20 van de 39 zetels. En dat maakt het. Nou, we hadden het er even over met Niels van den Berg, ook in het filmpje. Het maakt het ook wel op onderdelen kwetsbaar. En daardoor juist, denk ik, ook wel vaag. Ja. Nou, want ik kan me dan voorstellen, die vaagheid bijvoorbeeld die je stelde aan Jaren Hummels, volgens mij in dit geval, over die duurzaamheidsdoelstellingen, dat die gewoon niet geconcretiseerd zijn vastgelegd. Nee. Je merkt dus heel goed, en ik zou soms misschien nog even een paar leuke concrete voorbeelden noemen van afspraken die zijn gemaakt voor de komende jaren. Die zijn er wel,
Maar je merkt ook heel goed op welke punten de partijen echt uit elkaar liggen. Dat zijn die vrije keuzes uiteraard, de windmolens en de vluchtelingenopvang. Daarvan de vrije keuzes betekenen, want dat hoor ik meerdere keer voorbij komen. Dat betekent dus, dat is niet in dat boekje wat je daar hebt met het coalitieakkoord, is dat vastgelegd. Nee. Maar dat is dan meer gezegd van de komende 4 jaar gaan we maar kijken wat de raad ervan vindt en waar we uitkomen. Als dat ter sprake komt, moet de raad daar een oordeel over vellen. En dan wordt er niet met een scheef oog naar elkaar gekeken binnen die coalitie als je wat anders vindt. En wat zijn dan die bijvoorbeeld die onderwerpen waar ze dat zo vrij hebben gelaten? Nou, dat zijn dus echt de vrije keuzes. Andere dingen worden wel gezegd, maar niet heel concreet. En ik noem maar een voorbeeld wensen. Dat ze de wensen of de plannen van Stichting Enschedese Speeltuinen willen ze gaan bekijken en die laten aansluiten bij de doelen van de gemeente. Ja, hoe vaag kun je zijn? Nogal wie dus lijkt me dat je de plannen van een organisatie waar je subsidie aan geeft, dat je gaat kijken hoe die bij je eigen doelen passen. Eigenlijk staat er gewoon van we gaan kijken wat we kunnen doen. Maar dit is wel dat het benoemen van Stichting Enschedese Speeltuinen. Ik snap wel waar dat vandaan komt. Want de PvdA heeft gewoon een hele nauwe band met die speeltuinen. Ja. Maar burgerbelangen en VVD hebben waarschijnlijk aan die onderhandelingstafel niet gezegd, weet je wat, we gooiden elk jaar 2 of 3 ton naartoe. Ik zeg maar even wat, hoor. Maar een belofte die je niet concreet en heel strak maakt, kun je ook niet op afgerekend worden. Dat lijkt me het lastige van die partij, dus niet in de coalitie zitten, of het dan oppositie heet of niet. Ja, je kunt er niet op afgerekend worden, maar je kunt elkaar er dus ook niet aan gaan houden. Nee. En dat is dus ook de afgelopen jaren, onder andere met die moskee, ook wel eens het probleem geweest. Dat je, of met de windmolens, dat het op verschillende manieren te interpreteren is. Hè? Mm-hmm. Dit ook, hè, van die Enschedese speeltuinen. Of ondersteuning huishouden. Ze gaan weer de thuishulp in uren per week indiceren, zoals dat heet. Hè? En niet op die basis van schoon en leefbaar met een prestatieafspraak. Gewoon eigenlijk zeggen ze, we gaan volgens de wet handelen. Maar wat betekent dat? Ga je dan ook al die mensen die nu al een contract hebben lopen weer opnieuw van een contract voorzien die aan de eisen voldoet? Maar dan kun je wel een peloton ambtenaren gaan inhuren die 5000 mensen weer opnieuw gaan indiceren. Hè? Weer gaan bekijken van hoe dat zit. Ja, dat lijkt me ook raar. Maar dat staat niet omschreven hoe. Maar wordt dat dan dat soort vragen worden die dan de komende tijd nog duidelijk? Want ik neem ook aan dat bijvoorbeeld de niet-coalitiepartijen dat die daar ook duidelijkheid over zullen willen. Ja, dan mag ik hopen dat duidelijk wordt. Hè? En dat zal eerst volgende week zijn in het duidingsdebat van het coalitieakkoord. Maar er zijn echt genoeg vragen te stellen over zaken. Hè? Het stortquotum, gratis stortquotum van 300 kilo grof vuil gaat van 75 kilo per huishouden naar 300. Dan kom je terug willen, waar het was ooit. Ja, precies. En ze willen periodiek, dus elke maand of elk half jaar zou je dan moeten denken, in een wijk grof vuil gaan ophalen aan huis. En dat ook allemaal gratis. Dat is vrij concreet, toch? Dat is heel concreet, maar de kosten, zeggen ze, van het afvalbeleid mogen niet stijgen. Nou, ik heb even net nog in de oude papieren gedoken, want het is wel eens uitgezocht. Dat stortquotum en die ophaalronde, dat gaat 20 euro per huishouden kosten. En als je niet de kosten van afvalbeleid wil laten stijgen en je wil ook niet van DIF daaraf, ja, dan mag je mij gaan uitleggen hoe je dat gaat doen. Dus dat zijn wel wat vaagheden die ik terugzie in het akkoord. Ja. Zijn er ook dingen in het akkoord waarvan je zegt, nou, die zijn heel concreet en die zijn ook haalbaar, Ja, het klinkt natuurlijk alsof ik hier het hele akkoord ga zitten afzeiken. Dat is natuurlijk in die zin niet de bedoeling. Maar het is wel mijn rol om daar kritisch naar te kijken. En overal dus wel vragen over te stellen. Hè? Dus dat vooropgesteld. En er zijn echt wel concrete zaken. De winternoodopvang voor daklozen. Die gaat nu echt standaard van 1 oktober. Doe ik even uit mijn hoofd. 1 oktober tot 1 mei gaat die open. Dus de hele winter. Niet dat het een bepaald aantal graden moet zijn. Maar gewoon de hele winter open. Zodat daklozen niet op straat hoeven te slapen. Nou, de bedbad en brood voor uitgeprocedeerde asielzoekers in het oude Wegenenpand, dat wordt sowieso verbouwd. Maar die gaat dus dicht. Voor die mensen wordt een andere oplossing gezocht. Over vaagheden gesproken, wat dan? Weten we niet. De mantelzorgwaardering moet echt komen. De Noorderval, die ontsluitingsweg, die komt weer opnieuw op de agenda. De brug gaat weer open, is een hele belangrijke, natuurlijk. Zwembad de brug in Glanenbrug, maar ook daar weer niet de exploitatie. Dus Dat moet vanuit de gemeenschap zelf komen. Dat is misschien voor 1 jaar makkelijk te doen. Maar hoe ga je dat structureel doen? Genoeg geld ophalen om het open te houden. Dat is wat je mee bedoelt. Dat zijn zo al dingen. En ik zal een top 10 op de website zetten. Of een top 10. Ik zal 10 opvallende beloftes voor de komende jaren. Ja. Maar dat zijn dus beloftes waar de coalitie zijn handtekening onder heeft gezet. Dus waarvan je mag verwachten dat het de komende jaren een meerderheid zal halen. Ja, en ook daarbij gaat het weer veel om onderzoek naar. We willen dat
Maar dat zijn wel concrete zaken. Ja. Even kijken, ja, tot slot dan misschien. Nu is dan het coalitieakkoord gepresenteerd. Hè. Je zegt al, je maakt een stuk waarin echt wat dingen concreet op een rij worden gezet. Wat zit er nu nog verder aan te komen voordat nou ja, dat nieuwe college echt zit? Ja, het coalitieakkoord is nu gepresenteerd. Hè. Daarmee zou je denken, nou, dan kun je aan de slag. We weten de wethouders. Nou, dat hebben we nog even niet benoemd, maar laten we heel snel doorheen gaan. Niels van den Berg van Burgerbelangen blijft. Arjen Kampman van PvdA blijft ook. Jeroen Diepemaat van VVD blijft. Dan hebben we Jurgen van Hout van ChristenUnie blijft ook. Eén nieuw gezicht in plaats van Gio Notz van D66. Want die zit er niet meer in. Mark Teutelink, ook van Burgerbelangen van de grootste partij. Nou, die wethouders die zijn formeel nog kandidaat-wethouders. Die worden volgende week in de vergadering officieel benoemd en geïnstalleerd. Dus op 20 juni is dat maandag. Mm-hmm. En dan wordt ook in de gemeenteraad inhoudelijk het coalitieakkoord behandeld. En dan kunnen dus raadsleden ook op afvuren wat ze ervan vinden. En nou ja, misschien dat het tot wijzigingen leidt, dat zou wel raar zijn. Het wordt wel in een raadsvoorstel gepakt. Dus het zou in het teken van het akkoord samen trots op Enschede zouden ze eigenlijk moeten streven naar het unaniem aannemen van het akkoord. Maar ik ben heel benieuwd of alle partijen dit gaan doen. Gezien de nieuwe lading eraan, zeg maar, is het natuurlijk wel heel spannend en interessant hoe de oppositie, die niet meer oppositie mag heten volgens Niels van den Berg, hoe die hierop gaat reageren. En ook misschien ook wel de coalitiepartijen zelf. Ja, maar die zullen tevreden zijn. Dat zou raar zijn als die niet tevreden zijn. Ja. Want dan heb je direct al een relletje. Nee, dat staat niet. Ja, goed, nieuwe bestuurscultuur. Hè? Iedere raadslid spreekt voor zichzelf wat dat betreft. Dus we gaan het meemaken. Wilco, dankjewel voor nu. Ja.